Hallo iedereen, ik ben vandaag weer gaan shoppen en deze keer in Nederland. En ik ga gewoon beginnen met de shoplog. Ik kwam in de Xenos en daar kocht ik dit telefoonhoesje. Het is zo'n telefoonbumper, zoals je hier kunt zien. En ik wou eigenlijk altijd al zo'n hoesje, maar ik vond ze altijd veel te duur. En nu was hij maar 6 euro, dus dacht ik, meepak je die handel. Het volgende wat ik kocht in Xenos is dit uiltje. En het is een theelichthouder. En ik vond het echt super schattig. En hij was daarvoor €1,99. Dan kocht ik een kaars waarop staat Joy, happiness is a way of life, sweet memories. En ik vond dat echt een mooie kaars. En mooi voor te branden in mijn kamer. En dan heb ik nog zo'n kaars, maar het staat op home. Happiness is a way of life. Sweet memories. Dus een klein verschilletje, maar toch passen ze bij elkaar. Dan kwam ik in de Boots. En dat is eigenlijk een Engelse winkel, waar ik toen ik in Londen was ook een paar dingen van gekocht heb. En daar heb ik van het merk nummer 7 deze blush gekocht. En het is ook een beetje een bronzer. Het is een beetje alles door elkaar en hij is in de kleur Perfectly Bronzed in Mosaic Bronzer. En het is hypoallergeen, dus dat is goed. En die ziet er zo uit. En die mevrouw was daar heel lief. En normaal gezien als je €15 op deed, kreeg je een gratis set. Maar deze kostte €13,95 en toch kregen we nog een gratis set. En natuurlijk kon ik niet wachten met die open te doen. Dus hij ziet er helemaal niet meer mooi uit. Maar wat zit daar nu in? Eigenlijk zijn dit alle basics die je nodig hebt voor een simpele oog- en lippenlook. Het eerste wat erin zit is een oogschaduwtje van merk nummer 7. En dat is dit oogschaduwtje. Dat is in kleur sheer brown en... Het is een hele mooie, glimmende, bruine, taupe-achtige oogschaduw. En ik ben er zeer blij mee. Nu al. En wat zit er dan nog in? Een feltip eyeliner. Een mascara. En een mooie parlemoer-achtige lipgloss. En de lipgloss is in de kleur Whisper. Dus dat was echt een leuke verrassing extra. Dan kwam ik bij een tweedehandswinkel en ik kon echt niet laten om deze mooie tas te kopen. Het is dus gewoon een mooie oude tas en het heeft hier zo'n klepje. En dan gaat het open en ik heb er al mijn spullen in gestoken. En het heeft gewoon een vakje hier en dan een groot vak. En ja, ik vond het echt een super mooie handtas. En ik kon echt het niet laten om hem te kopen. En wat kocht ik dan nog in de tweedehandswinkel? Een boek over ik ben slank, want ik eet. Wie weet, werkt het? En ik kocht ook een boek over Cuba. Want dat is mijn favoriete... Ja, niet mijn favoriete vakantiebestemming, want ik ben er nog nooit geweest. Maar het is echt mijn droomvakantie. En het is misschien een beetje silly, maar met dit boek wil ik dan een reis gaan plannen voor als ik ooit naar Cuba zou gaan. En dan het laatste wat ik kocht was van bij de HEMA. En dat is deze notebook. De examens komen er weer aan en hier... Het zijn allemaal gewoon een notebook met langs de ene kant lijntjes papier. En langs de andere kant gewoon wit papier. Wat handig is als je bijvoorbeeld voor bio hier de definities wilt zetten en hier een tekening wilt maken of zo. Dan vind ik het echt heel handig. En er staat super schattig, this is my notebook op. Zo, dat was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende. Dag!